Het Korps Politie Suriname, KPS, en de Center Interministerial Formation Antidroge, CIFAT, gevestigd in Martinique, hebben gisteren de training Controle en Doorzoekend Pleziervaartuigen afgesloten. Deze training ging maandag van start. Het doel was in partnerschap de inspanningen te bundelen ten einde de drugshandel en drugsmokkel in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika effectief en efficiënt te bestrijden. Vanwege de aard en strekking van deze training namen behalve het KPS ook andere veiligheidsorganisaties deel aan de training, waaronder de Maritieme Autoriteit Suriname, de Kustwacht, de Port Control Unit en de douane. De training vond plaats bij de MAS en is verzorgd door Frank Pelter van de CIFAT en Leo Trollet van de Franse douane.